Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video op het kanaal. Edgar mijn naam is Timo en in deze video ga ik jou uitleggen waarom jij geen spiermassa opbouwt terwijl je wel progressive overload toepast. Want je hoort me vaak genoeg zeggen in video's en het is natuurlijk gewoon een algemeen bekend ding: progressive overload samen met de goede voeding. In deze video ga ik ervan uit dat je dat helemaal begrijpt. Progressive overload zorgt dan voor spiermassa aankomen. genoeg geflext, Etco cool Gains is het kanaal waarin ik jou als vegan probeer te helpen jouw lichaamsdoelen te behalen om zo veganisme goed op de kaart te zetten. Oftewel op mijn kanaal vind je vegan fitnessgerelateerde content om jou inderdaad te helpen met vetverlies, spiermassa opbouw en een overall gezond lichaam te hebben en een gezonde levensstijl te hebben en te behouden. Dus je hebt progressive overload pas je toe. Bijvoorbeeld week 1, 50 kilo bankdrukken 10 herhalingen, 4 setjes. Week 2 doe je 11 herhalingen. Week 3, 12 herhalingen. En zo verder. Waarom kom je geen spieren aan? Hoe kan dit terwijl ik 1000% zeker weet dat ik mijn voeding on point heb? Nou. Daarvoor is deze video en dat ga ik je dus ook nu uitleggen. Progressive overload wordt vaak namelijk te simpel behandeld. Namelijk iedere week gooi je een herhaling erbij. En dan als je bij 12 herhalingen bent, dan ga je weer terug naar 8 herhalingen, maar dan weer met een zwaarder gewicht. En dan bouw je het weer iedere week met één herhaling op. En dan ga je weer gewicht omhoog, bouw je het weer op. En dan ga je weer gewicht omhoog. Als jij dit doet als gevorderde fitnesser, of in ieder geval iemand die al langere tijd, als een jaar bijvoorbeeld, of dan een jaar, een van de twee, in de sportschool te vinden is. Als jij dan nog steeds Progressieve overload toepast door middel van iedere week één herhaling erbij te gooien en na drie weken gewicht erbij te gooien. Als je dat nog steeds doet, dan is er één ding wat jou tegenhoudt, jouw jou spiermassa opbouwt, tegenhoudt. En dat is namelijk je traint niet hard genoeg. De intensiteit ligt veel en veel te laag als jij iedere week progressie kan maken. Als jij iedere week een herhaling en om de drie, vier weken gewicht omhoog kan gooien, dan train jij een te lage intensiteit om jouw lichaam inderdaad te laten groeien. Als je begint met fitness, graag, graag, graag licht beginnen. Leer de beweging kennen en laat je spieren wennen aan de beweging. Zo voorkom je dat je te veel spierpijn krijgt, waardoor je er helemaal geen zin meer in hebt om überhaupt te gaan trainen de volgende week. Dus dat is zeker als beginner heel erg belangrijk. Begin te licht, maar na een tijd van opbouwen, kan het niet zo zijn dat jij inderdaad iedere maand progressie blijft boeken. Of niet per se iedere maand, maar iedere week progressie blijft boeken en erg snel in gewicht omhoog kunt gaan. Als dit het geval is, dan is jouw intensiteit inderdaad te laag. Bijvoorbeeld een bicep curl, dat ziet er dan zo uit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En dan stop je omdat je bij 12 bent, terwijl dat helemaal nog niet het maximale was wat er in jouw bicep zat. Als jouw bicep curl er niet zo uitziet op het einde... Dan is dat niet jouw laatste herhaling van jouw laatste set van die dag. Als jouw lichaam inderdaad niet die signalen geeft van: oké, okay, ik wil dat jij sterker terugkomt, groter terugkomt, als een spier terugkomt die meer aan kan. Als jij dat signaal dus niet geeft, want jouw spier denkt als het zo makkelijk gaat, dan denkt jouw spier: oh ja, ik hoef me maar te herstellen tot het punt dat we al waren, of zelfs minder, want er wordt toch niet veel van mij gevraagd. Nog niet gekeken, maar ik ben bezig met een video. Is de was droog? Want ons lichaam wil van nature zo min mogelijk spieren op zijn lichaam behouden. Omdat spiermassa vraagt nou heel veel energie van jouw lichaam. Daarom als je meer spiermassa hebt, heb je ook een hoge metabolisme. Oftewel, meer spiermassa op je lichaam is bevorderlijk als je een hoge metabolisme wilt hebben en meer wilt eten op een dag. Zonder daadwerkelijk aan te komen. Want he, iedereen kan meer eten op een dag. Maar dan kom je vet aan. Wat vaak niet ideaal is. Behalve als je natuurlijk ondergewicht hebt, een te laag vetpercentage. Dan is het natuurlijk wel ideaal maar daar gaat deze video totaal niet om. Dus zolang jij inderdaad niet het signaal aan jouw spier geeft, Maakt niet uit welke spier, ik gebruik nu als voorbeeld de bicep. maar de, de borst, de rug, de benen, die werken natuurlijk hetzelfde. Als jij jou, jouw lichaam niet uitput en daarom het signaal geeft van kom sterker terug alsjeblieft, want ik, ik vraag meer aan jou dan dat je op het moment daadwerkelijk kan. En dan moeten we dit allemaal onthouden bij de juiste beweging, want de beweging moet altijd gewoon goed blijven, aangezien als jouw beweging niet goed blijft, dan kun je dus compenseren met andere spieren als je bijvoorbeeld zo'n bicep curl doet. Dan gebruik je meer je voorkant van je schouder dan je bicep. Waardoor ook al ga je tot falen zo, dan vraag je natuurlijk al iets van je bicep, maar meer van de voorkant schouder. Dus dan denkt jouw bicep ook niet van: Tja, ik ga niet groeien. Je doet wel een oefening voor de bicep, maar je gebruikt mij helemaal niet. Dus dat is één ding wat we moeten onthouden: controleer de beweging. En voer de beweging juist uit. Dit is ook belangrijk bij squatten, bankdrukken. Vooral dat soort bewegingen. Aangezien als, als je namelijk met bankdrukken je elleboog omhoog gooit. En daardoor gaat compenseren met je schouders. Dan kom je in de problemen. Aangezien je dan echt een blessure aan je schouder gaat krijgen. Of tenminste de kans wordt groter. Waardoor je dan weer bijvoorbeeld zes maanden niet meer kan bankdrukken. Of geen borstoefeningen meer kan doen. Waardoor je je borst dus uiteindelijk een flinke setback krijgt. In plaats van. Oh ja ja ja. Ik kan nog wel vijf kilo erbij hoor. Ik kan nog wel vijf kilo. En dan. Wop. En dan is het te laat. Dus altijd voer de beweging juist uit. En kies daarvoor. Voor blessureveiligheid. Kies ik er zelf het liefste voor om tussen de 10 en 15 herhalingen te zitten. Stel, jouw jou, jou hoofddoel is alleen maar krachtopbouw. Dus sterker worden dan. Ja, is het iets optimaler, ondanks dat het totaal niet hoeft. Iets optimaler om ietsje lager in, in herhalingen te zitten. Bijvoorbeeld 6 tot 10 herhalingen. Maar als je daar nog lager in herhalingen zit, dan is de kans op, op blessure die wordt gewoon steeds en steeds groter. Dus daarom ben ik zelf een voorstander van 10 tot 15 herhalingen. Aangezien ja, mijn doel is eigenlijk alleen maar uh, spiermassa opbouw. Natuurlijk krachtopbouw vind ik wel leuk, maar het is niet mijn grootste doel. Dus dan train ik liever veiliger, waardoor ik op de lange termijn... Waarschijnlijk, Fitter blijft. Dus inderdaad, voer de beweging juist uit en gecontroleerd zodat je geen blessures oploopt en de juiste spier traint. En ga dan met die voorwaarden in je achterhoofd, ga dan inderdaad. Bijvoorbeeld tot falen. Of bijvoorbeeld inderdaad, maak het die spier moeilijk binnen die voorwaarden. Zolang jij dat dus niet doet. Dus jou, jouw, spieren niet die signalering geeft. Of niet die reden geeft om te groeien. Dan maakt het niet uit dat je progressive overload toevoegt. Meer doet dan de week ervoor. Zolang jij niet richting het maximum van die spieren gaat. Dan, dan denken jouw spieren ook echt niet van. Oh, wij gaan eventjes lekker groter terugkomen. Dus. Dat is het bericht van vandaag. Heb je nou iets aan deze bericht? Aan deze bericht. Heb je nou iets aan dit bericht gehad? Deel deze video dan met mede-vegans, andere fitness-liefhebbende vegans. Daar wil ik je echt super voor bedanken. Daar help je mijn kanaal het meeste mee groeien en uiteindelijk Ethical Gains het meeste mee groeien. Ik zoek een videobewerker om deze video's te bewerken. Twee voorwaarden, je moet vegan zijn en achter het bericht van Ethical Gains staan. Zet een compensatie aan vast, stuur me een DM op timo-calls voor meer informatie. Een like en reactie voor het algoritme wordt heel erg gewaardeerd. Vergeet niet te abonneren natuurlijk en dan zie ik je in de volgende video. Dus bedankt voor het kijken en... Een kusje aan jou. En ik ga eventjes uh, naar de bos kijken.